De finale van de 43e editie van het Protoswering zaalvoetbaltoernooi. Met na 4 jaar afwezigheid weer terug, Hogeveen. Ja, het betreft natuurlijk Hogeveen zondag, want wat had het maar gescheeld of Hogeveen zaterdag had hier ook gestaan. Maar goed, we weten hoe het gelopen is vorige week. En Hogeveen zondag dat zich afgelopen woensdag dus via de tussenronde alsnog plaatste. En het was vanaf het begin een spektakelstuk. Met in de eerste wedstrijd zijn broertje Schut tegen Alcides. En het is Danny Kiekebelt die de score opent. De oud-Hogeveener die in 2010 het Protoswering toernooi met Hogeveen won. En later dat ook met Noortje Schut zou doen. Noortje Schut ging goed van start met hier Melvin Mol. En dan lijkt er geen foutje aan de lucht voor de ploeg van Mark van Meel. Maar dan 17e minuut, Frank Fokker. Hij brengt de spanning terug namens de Meppelers. En vlak daarna, 20e minuut. Jari Mooi en dan is het zomaar 2 tegen 2. Alcides die vorige week in de halve finale in eerste instantie de weg van Hogeveen versperde naar de finale. Ja, en dan volgt een krankzinnige slotminuut. Hier, overtreding, zegt men van Danny Kiekebelt. Die protesteert. Kijk, dan een 2 minuten straf. Ja, en dan is het Frank Fokke die mag gaan aanleggen. En we zitten echt in de laatste seconde. Frank Fokke! Ja, en die doet het bijna onmogelijk. Hij bezorgt Alcides dan toch nog de 3-2 zegen. Spectaculair begin dus van de finale dag. En dat was pool A. Dan gaan we naar pool B. En daar moet Hogeveen als eerste aantreden tegen SV Gramsbergen. Fase wedstrijd. Zwikker. Menno Heerkens verliest die bal dan. En dan is het zomaar 1 tegen 0. Het is Carlo Alvering die de ploeg uit Gramsbergen op een 1-0 voorsprong brengt. Valse start dus voor Hogeveen. Ja, zoals zo vaak dit toernooi. En dan met name de laatste wedstrijden. Hier opnieuw balverlies en een uitstekende redding van Serkan Akbas. Björn Zwikker. Bezig met zijn afscheidstoernooi. Tournee. Hij won het toernooi al met HC Hardenberg. Ja, hij wil natuurlijk dat nu herhalen met Hogeveen. Maar dan, ja, cruciale fout van Kjell Dengbus. 2 minuten straf. En kijk hoe Gransbergen dat uitspeelt. 12e minuut. Melvin Willems. Hij brengt Gransbergen op een 2-0 voorsprong. Ja, en dan gaat het dus een heel lastig verhaal worden voor Hogeveen. Maar zoals zo vaak geeft het niet op. Mirko Margarita op Björn Zwikker. En dan is het 1 tegen 2. En dan gaat Hogeveen door. 18e minuut, nog tijd genoeg dus. Opnieuw Margarita. Margarita bezig aan zijn laatste wedstrijden, straks bij Almere City. En dan Saber Hendricks. Maar Jur Koster stoont zich een uitstekende doelman. Maar hier heeft hij natuurlijk geen antwoord op. Björn Zwikker. En dan is het 2 tegen 2. En dan heeft Hogeveen de schade weer hersteld en heeft het nog 7 minuten. Maar dan een minuut later. Wouter Fink met de 3-2 voor Gransbergen. Ja, en zo bieden die eerste 2 wedstrijden dus een enorm spektakel. Maar pakt het dus niet goed uit voor eerst Noortje Schut en nu Hogeveen. Maar kan het dan nog? Jeroen Margarita. Margarita, prima actie. En de kans daar voor Saber Hendricks. Keeper dan gewisseld. Engbus als 5e veldspeler. En dan weer een uitstekende redding van Jur Kostus.
En dan is het afgelopen en begint Hogeveen met een valse start aan de finale ronde. Ja, hier Barry Zanding, de trainer van MSC, 5 jaar trainer bij Hogeveen. Zijn 8e toernooi. Hij won met Hogeveen 2 keer het toernooi. En deed dat vorig jaar dus ook met MSC. Prima beginfase van MSC tegen Gransbergen. Het is Noah Schuurman die de scoren opent. En dan is dat de derde minuut. Ja, en dan een minuut later. Camille Vidom. Wilt die bal af, krijgt die bal terug. Vidom, ja hoor. En dan is het 2-0 voor MSC. MSC dus de titelverdediger die het toernooi goed lijkt te beginnen. Gaan we naar de 17e minuut. En dan wordt het toch nog even weer spannend. Het is Elwin van der Veen die Gransbergen op 2-1 brengt. Maar verder komt de ploeg uit Overijssel niet. Dan Noordse Schut moet winnen van ASVB. En begint uitstekend met het doelpunt van Nick Koster. ASVB dat de eerste wedstrijd van Alcides had gewonnen. Dus ook hier stond alles gelijk. Maar uiteindelijk is het Noordse Schut met opnieuw Nick Koster. Die met 2-0 wint. En dan toch de kruisfinales haalt. Ja, dan moet Hogeveen winnen van MSC. En het begint ook goed via Björn Zwicker. Maar dan Camille Vidom. Noah Schuurman. En dan is het MSC dat op een 1-0 voorsprong komt. En Hogeveen dus opnieuw op achterstand. Ja, gaat het dan een treurspel worden deze finale dag voor Hogeveen? 8e minuut, Jelle Margarita. Uit de eerste instantie balverlies, krijgt die bal terug. Margarita, Björn Zwicker. En daar is het 1-1. En dan gaat Hogeveen natuurlijk op jacht naar die 2-1. Dan zou Hogeveen, of MSC overigens uitgeschakeld zijn. Hier het inzet van Zwicker. Kjeld Engbus. Ja, een bijzonder spannend duel. Engbus, wordt dit hem dan? Legt hij wel goed af op Margarita. Ja, die had die bal natuurlijk terug moeten leggen op Kjeld Engbus. Dan de overtreding van Camille Vidom. En dan zitten we al in de 19e minuut. En dreigt dus uitschakeling van Hogeveen. Maar dan dus deze tijdstraf voor Vidom. Speelt Hogeveen dit goed uit? Zwicker. Engbus lat, Saber Hendricks lat. Oh, wow, wow, wow. Het zit dan ook niet mee bij Hogeveen. 20e minuut, tijd begint te dringen. Björn Zwicker. Saber Hendricks. En daar is hij dan toch. De 2-1 voor Hogeveen. Ja, dat zal betekenen dat Hogeveen toch de kruisfinales haalt. Maar dan Jim Veldmaat. Uitstekende redding weer van Akbas. MSC dringt opnieuw aan. Het moet gelijk maken en dat doet het ook. Via een eigen doelpunt van Gerald Margarita. 2-2. En dan heeft Hogeveen nog maar 4 minuten. MSC dat op rozen zit, want het mag ook met 3-2 verliezen. Saber Hendricks. Krijgt die bal terug en dan Menno Heerkes die het op een fantastische wijze afrondt. En dan is het toch weer 3-2. En is Hogeveen dicht bij de kruisfinales, maar dat geldt ook voor MSC. Maar dat heeft de bank van MSC niet door. Men wisselt de keeper, want men denkt dat men moet winnen. Maar dat is niet het geval, want 3-2 is ook voor MSC voldoende. Men neemt dus onnodig heel veel risico. Noah Schuurman. Schuurman met de inzet gered door Akbas. En dan Zwicker. En dan wordt het 4-2 voor Hogeveen. Ja, en dan kan het natuurlijk niet meer fout gaan. Met nog maar 2 minuten te spelen. En wat snijdt MSC zich hier zelf in de vingers. Gaat natuurlijk nou op jacht naar de 4-3. Dat zou ook voldoende zijn. Krijgt ook kansen. Maar Akbas uitstekend. Hier met de uitgooi.
Gerald Margarita, wordt dat dan de 5-2? Nee, nee, nee. Wat een kans voor Margarita. Dan goed druk zetten van Tom Hiekes. En daar profiteert hij optimaal van een fout in de MSC-defensie. En is het 5-2 en viert Gransbergen het feestje mee, want zij plaatsen zich ook voor de kruisfinale. Gransbergen, dat is weer de echte oud-club van papa Gert Hiekes, waar zijn loopbaan begon. Dus ja, zo zijn er ook weer prachtige achtergrondverhalen bij deze finale ronde in Angerslo. Ja, en dit is natuurlijk weer typisch Protos. Je denkt, dit wordt een verloren zaak voor Hogeveen. Maar dan in die slotfase slaat men toch weer toe. En valt het kwartje nu wel goed. En dan Gransbergen tegen Noordse Schuts. Dat is de eerste kruisfinale. En Rutger Dijk brengt de ploeg uit Gransbergen op een 1-0 voorsprong. En dan de 15e minuut. Melvin Mol. En dan is het 1 tegen 1. Noordse Schut dat vorige week dus ontsnapte. En toch de finale ronde haalde. Kelvin Jager won met Erika het toernooi al eens. Raakt hier de lat. En dan Kevin van Dalen. 145 wedstrijden speelde hij voor Hogeveen. Uit de eigen jeugd. Nu Noordse Schut al een aantal jaren. Hij scoort de 2 tegen 1. En dan is het uiteindelijk Aaron Boer die de 3-1 scoort en de beslissing lijkt te brengen in de 20e minuut. Maar dan wordt het toch nog even spannend via Gerwin Reinders. Maar de tijd is te kort voor Gransbergen om nog tot een stunt te komen. Of toch nog, hier de inzet. Een uitstekende redding van Wiebe Zinger. En zo plaatst Noordse Schut zich als eerste voor de finale. Ja, dan Hogeveen tegen Alcides. Goede beginfase. Schot van Zwikker op de paal. En dan Menno Jekes. Alcides dat vorige week dus met 3-1 won van Hogeveen in de halve finales. Hier een enorme kans voor Kjeld Engbus. Hogeveen dat er vanaf het begin geen gras over liet groeien, maar niet scoorde. En dan Frank Fokke. Uitstekende redding van Serkan Akbas. 14e minuut, Saber Hendricks. Saber Hendricks op Björn Zwicker. Björn Zwicker, ja hoor, daar is hij. De 1 tegen 0 voor Hogeveen. En dan barst het feest natuurlijk los. Maar er is nog even te gaan. Een minuut later, Gerald Margarita speelde weer weergeloos. Margarita, wat zullen we missen? Margarita, Kjeld Engbus en dan is het 2 tegen 0. En dan is Hogeveen helemaal los. Gerald Margarita. Ja, dan is de vraag of Alcides het nog spannend kan maken. Het brengt een extra veldspeler in. En Nick Kuiper die de kans krijgt. Een uitstekende redding van Serkan Akbas. Ja, en dan balverlies. 24e minuut. Daar is hij. Gerald Margarita. Hij beslist de wedstrijd definitief. 3 tegen 0 voor Hogeveen en een plek in de finale. Hogeveen dat opgaat voor de 6e toernooiwinst. Het zou dan mede recordhouder zijn samen met HZVV en Holo. Ja, Gert Hiekes met zo'n Menno. Gert die het toernooi won in de jaren 90 met CCC en met HZVV. Ja, krijgt hij nu met zijn zoon Stom en Menno opvolgers. En ja, mooi was, hij volgde de livestream van zijn nieuwe club HC Hardenberg, waar hij technisch manager is.
tegen IJsselmeervogels op zijn telefoon. Ja, dit blijft ook altijd een mooi moment. Ja, wat is het een mooi stel en dat geldt natuurlijk ook voor deze supporters. Wedstrijd, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Kiekebelt. Wordt Schut dat het natuurlijk wel knap doet hè, de laatste jaren. 4 keer achter elkaar in de finale, 1 keer gewonnen. Wordt dit dan de tweede? Maar ja, daar gaat Hogeveen, of daar wil Hogeveen natuurlijk een stokje voor steken. Het begint ook uitstekend. Jero Margarita, het is helemaal op dreef naar die wedstrijd tegen MSC. En als hier dus Jero Margarita. Margarita, wat doet hij dat weer fantastisch. Ja, en wat mag Almere City zich thuis gelukkig prijzen. En zo schiet Hogeveen uit de startblokken. Melvin Mol. Van de doellijn gehaald door Kjeld Engus. Dan Tom Hiekes. Tom Hiekes legt die bal goed af op Jero Margarita. Oh, wat een enorme kans voor Hogeveen. Jos Kroese. En een uitstekende redding van Akbas, die het toernooi al eens won met WVV. Die we hier hebben, Alex Padding, de doelman van Elum. Ja, we weten wat er vorige week gebeurde, hè? Zeg ik met de knipoog, hoor. Dan Jero Margarita. Dan is het 2-0 voor Hogeveen. En hebben we 14 minuten gespeeld. En kent Hogeveen dus een droomstart van deze finale. En lijkt het hard op weg naar de 6e toernooizegen. Opnieuw Margarita. Ligt de bal terug op Saber Hendricks. Uitstekende redding van Wiebe Zinger. Dan Danny Kiekebelt op de lat. Ja, Noordschut geeft niet op. Melvin Mol. Kevin van Dalen. Ja, zo is Noordschut toch 2 keer dichtbij de aansluitingstreffer. Dan zitten we in de tweede helft. Lopje van Björn Zwicker. Oh, op de paal. Zwicker die uiteindelijk topscorer van het toernooi zal worden. Een prachtige afsluiting van zijn voetballoopbaan. Zwicker, nogmaals. Volgend jaar dus trainer bij VVM. Hiekes en weer een uitstekende redding van Wiebe Zinger. En zo gaat het maar door en krijgt Hogeveen op een gegeven moment kans op kans. Maar blijft het dus toch nog spannend. Dan Jero Margarita. Margarita legt er wel terug op Saber Hendricks. Saber Hendricks, kappen. Keeper uitkappen. Saber Hendricks! Ja hoor, dat is de definitieve beslissing. En dan is het 3-0 voor Hogeveen. En kan het feest gevierd worden? Hogeveen het wint voor de 6e keer het Protos Weringzaalvoetbaltoernooi.
Ja, hier doe je het voor, hè? Ja. Het begin was moeizaam, maar toen jullie helemaal op dreef waren. Ja, hier doen we het voor. Dit is echt een geweldig moment. Echt genieten dit. Ja. Ja, dat begin van het toernooi vandaag, hè? Tegen Grasbergen. Wat dachten jullie ervan? Ja, dat is gewoon kut. Ik vond van mij twee persoonlijke fouten, waardoor we die twee goals tegen krijgen en zitten we er nog niet lekker in. Maar iedereen heeft zich daarna hersteld, iedereen vandaag dik op voldoende. Ja, na die eerste 10 minuten tegen MSC, toen was het raak, hè? Ja, daarna was het raak. En dan kun je wel zien hoe het nu leeft, is echt genieten. Ja, Björn, gefeliciteerd. Na bij HSC, nu bij Hogeveen. Prachtige afsluiter voor jou, hè? Ja, top. Ik weet niet, ik wil het zo graag. Nog één keer, ik had één kans. En je bent ook helemaal kapot volgens mij. Ja, ik ben kapot. Ik ben emotioneel. Ik vind het echt super mooi dat ik dit nog meemaak. Ik heb er ik gehoopt. Na die eerste wedstrijd geen idee, maar ja, super mooi. Ik wou zeggen, na die eerste wedstrijd zag ik je op de tribune zitten. Ja, met teleurstelling in je ogen. Je zag het wegglippen. Ja. Je wilde het zo graag. En dan verlies je meteen de eerste van op papieren, de zwakste. Maar ja, goed, MSC was echt, het was een bizarre wedstrijd. En vanaf dat moment wist ik zeker, nu worden we ook kampioen. Want de sfeer zat in één keer zo erin. En iedereen had energie. En nou ja, daarna was het alleen maar makkelijk. Ja, nogmaals, mooie afsluiting als speler op dit toernooi. Ja, super man. En ze mogen me nu schorsen als speler voor 10 jaar. In plaats van voorwaardelijk. Want ik heb gewonnen en ik kom niet meer terug. Dus top. Ja, hier wou ik ook net over beginnen. Ja. Je vrienden uit Dedensvaart, die hadden natuurlijk een SV Dedensvaart meegemaakt. Die jongens van MSC hebben het meegemaakt. Jij hebt het nu ook meegemaakt en dan gelijk winnen. Ja, mooier kan het niet. Nee, zeker niet. Dit had ik zelf ook niet verwacht. We hebben natuurlijk een heel goed team. Verlies je die eerste wedstrijd, maar dan herstel je zelf zo goed. En mooi, echt mooi. Prachtig om hier deel van uit te maken. Ja, zeker weten. Zeker weten. Geweldig. Kijk dan. Ja, Serkan, met WVV heb je dit voor me ook al meegemaakt, hè? Ja. Dus voor jou de tweede keer. Ja, welke was mooi? Nou, de eerste blijft altijd speciaal natuurlijk, toen deed hem voor het eerst mee. Maar om hem nog een keer met een andere club te pakken, dat is een heerlijk, heerlijk gevoel. Ja. Echt mooi. Want je bent bij Hogeveen gekomen op een laat moment, dan groei je erin. Ja. Ja, en dan zijn we halverwege en dan dit. Ja, heerlijk toch? Op naar het volgende. Ik maakte me heel zorgen het begin van de finale, ja, klopt. Toen je geblesseerd had. Ja, hij kwam met zijn elleboog precies tussen de spieren van mijn bovenarm. Maar gaat wel. Komt wel goed. Straks even een paar biertjes achterover, heb ik niks meer. Voel je niks meer, hè? Nee hoor, komt goed. Ja, de gebroeders Heerkes, Paar Gert uit de boeken. Ja, nee, we hebben het er eerder altijd over gehad. En eigenlijk, we konden zelf nooit spelen. En nu spelen we ook nog samen en dan doen we het voor het eerst mee en dan winnen we hem ook nog. Dus dat is echt fantastisch. En hij was er vanmiddag ook. Hij verkoos IJsselmeer volgens HSC, die liet hij even liggen. Hij wou jullie zien. Ja, dat snap ik ook wel. Dit is veel belangrijker toch? Ik vind dit is belangrijker dan even zo'n potje. En ik denk dat het een knotsgekke middag was. Ik denk dat hij geen spijt heeft. We hebben het er al eerder over gehad. Jullie waren er niet eens geboren toen hij won. Jij wel, oké, maar heeft hij er een verhaal over verteld? Ja, hij doet altijd heel... Nee, ga je vatten mee. Hij doet altijd wel van, ja, ik heb wel een paar keer gewonnen. En hij doet alsof hij heel ervaren is. En dat is hij ook, dus uiteindelijk is het ook zo. Maar goed, nu mogen wij ook zo doen, dat is ook wel lekker. Waarom? Je hoort er nou echt bij binnen de familie. Ja, eindelijk, nu mogen we eindelijk aan tafel zitten. Ja, Theo, succescoach. Ja. Vrijdag, woensdag nog ziek. Vandaar niet helemaal fit, maar je bent alles denk ik kwijt nu, hè? Ja, ik ben alles kwijt. Alles is van mij af. Nou, een fantastisch toernooi. We hadden van vorige gewacht 100 ploegen en de kampioen geworden. Nu is het 6 jaar. 6 jaar geleden zijn we het laatste bij. En nu zijn we erbij en we pakken gewoon die grote schaal. Fantastisch. De grote beker. Fantastisch. En niet te vergeten, je hebt er ook al heel wat meegemaakt bij de club, ook als supporter. We staan nu in het recordrijtje met HSVW en Odo. Oké, nou dan moeten we die lijst maar zien dat we helemaal boven komen te staan. Natuurlijk is het gedeeld derde plaats, eerste plaats. Nou, laten we zien dat we volgend jaar, wie weet, pakken we hem weer. Maar wat we vandaag gedaan hebben, de hele week gedaan, fantastisch. Fantastische ploeg, goede jongens, goede begeleiding, fantastisch publiek. Was gewoon al met al grandioos. Ja, je hebt er vanaf het begin aan geloofd, hè?
Ja, natuurlijk. 100%. Ik heb gezegd, ze hebben mij gevraagd, wil je dat doen? Ik zeg, ik wil het wel doen, maar ik wil het serieus doen voor de volle 100%. Ik ga maar voor één ding en dat is voor die beker. En dat is gelukt. Ja. Jerel, wat een afscheid zeg. Ja, dit is echt precies wat ik ze wou geven. Ja, want iedereen vroeg zich een beetje af van waarom gaat hij naar voetballen? Want ja, straks breekt hij zijn been. Nee joh, daar denk ik helemaal niet aan. Ik denk alleen aan spelen en winnen met het team. En dat lukte uiteindelijk? Het ging in het begin moeizaam. Dacht je toen even van het glipt ons uit handen? Nee, zeker niet. Ik had volste vertrouwen in mijn team en hun hebben mij ook gewoon gesteund. En dan leggen we dit op de mat, dat is echt niet normaal. Even naar jouw overstap naar Almere City. Ja, hoe is dat de afgelopen tijd gegaan? Eerst een proeftraining gehad? Ja, daarna een stagewedstrijd eigenlijk. En daar heb ik gewoon 2 keer gescoord, 5-3 gewonnen. Dus ik denk dat ik een prima visitekaartje heb afgegeven toen. Ja, dan hoor ik dat de trainer van Jong Almere ook de trainer is van een van de concurrenten van Hoogeveen. Ja, klopt, zeker. Nou, ik denk wel dat Hoogeveen aardig los staat, dus ik hoop dat ze dat vasthouden. Ja, mooie stap voor jou natuurlijk. Hiervoor ben je naar Hoogeveen gekomen. En ik denk dat je Hoogeveen ook enorm dankbaar bent. Ja, zeker. Dit is echt een afscheid wat ik ze wou geven. En ook wat dit leefde helemaal bij de supporters en bij de spelers. Dus ik vind het super mooi dat ik dit kon brengen eigenlijk. Kortom, andere jonge talentvolle voetballers maar aanraden om eerste stap naar Hoogeveen te maken? Ja, ik zou het zeker doen. Heel goed podium en de spelers zijn hier geweldig, trainers ook. Dus ik zou het niet afraden, dat zeker niet. En dan nog even vandaag naar die finale wedstrijd. Ja, toen ging je helemaal los weer, hè? Ja, zeker. Toen was het weer gewoon die Jera op het veld. En dan was het gewoon scheuren. Ja, dan sta je dan met die beker. Ja, zeker. Dat is echt mooi. Mooi. Dankjewel. Ja, Nico, je hebt natuurlijk vanaf de kant toegekeken. Maar ja, toch weer een happening, hè, dit toernooi. En denk ik ontzettend goed weer voor de teambuilding, hè? Ja, ik moest kijken. Iedereen weet de reden. Zei ik net ook wat over bij RTV Drenthe. Van tevoren ben je natuurlijk wel een hele voorbereiding met dat team bezig en met die jongens. Uiteindelijk is het hun proces, dit toernooi. En dat hebben die jongens geweldig gedaan. Echt alle complimenten. Ik denk ook dat het gewoon tekenend is voor hoe het team op dit moment functioneert. Kunnen gewoon zelfstandig dingen doen. Weten hoe we willen spelen in aanvallend opzicht. Nou, noem al die dingen maar op. Ik ga ook allemaal niet in detail treden. En het tekenend is denk ik ook van niet van slag raken bij een tegenslag. Hè? Nee, het tekent dat je zoveel mensen binnen de club hebt die het beste met de club voor hebben. En ik moet echt een waanzinnig compliment geven aan Theo Kriekjes. Want die gaat er gewoon vanaf de eerste dag zitten. Die maakt afspraken met die jongens en die gaat door met hetgene waar wij mee bezig zijn. En je ziet volgens mij geweldig mooi zaalvoetbal. Je ziet prachtige goals. Jongens spelen echt leuk voetbal om naar te kijken. En dat je dan ook nog beloning krijgt, dat is geweldig. Dus die jongens hebben de club fantastisch vertegenwoordigd. Hebben volgens mij meer dan verdiend die cup gewonnen. En in tegenstelling tot andere hoofdklassen staat bij jou dat zaalvoetbal dan niet ter discussie? Nee. Volgens mij is het ook helemaal geen discussie om wel of niet mee te doen. We doen gewoon mee. Ik bedoel, ik denk dat ze mijn kop eraf hakken als ik zeg dat we ermee gaan stoppen. Nee, protestwering is een begrip in deze regio. En wij moeten met Hoogeveen elk jaar proberen om zo ver mogelijk te komen. Of proberen om gewoon zo vaak mogelijk te winnen. En dit jaar was geweldig. Trots zijn we op teamprestatie, trots zijn we ook op Jerel, hè? Ik ben waanzinnig trots op Jerel. Die komt binnen met een tegenslag. Hè. Hij valt af bij een betaald voetbalorganisatie. En wat hij in een half jaar heeft laten zien bij onze club is echt geweldig. Hij heeft zich geweldig ontwikkeld en heeft meer dan verdiend gekregen waar hij recht op heeft. Dus wij zijn ontzettend trots op hem. Vind ik ook ontzettend jammer dat hij weggaat. Want één, wordt je team daardoor een stuk zwakker. Want hij neemt natuurlijk kwaliteit mee. Anderzijds ben je ook gewoon liefhebber en ga je ook gewoon hele mooie momenten voetbal missen. Met en ik hoorde dat de trainer van de concurrent trainer is bij Jong Almere. Ja, nou ja, dat zei zo. Je hoopt gewoon dat hij uiteindelijk een plek in betaald voetbal krijgt die hij verdient. Want het is een waanzinnig talent. En dat wij een half jaar van hebben genoten, dat is alleen maar mooi.
En dat wij weer een club zijn die een jongen kunnen wegbrengen naar een betaald voetbalclub. Dat is alleen maar lof aan iedereen die met die jongen samenwerkt. Laat staan ook de medespelers die met hem samen trainen. En dat is geweldig. Tot slot, het nadenken is nu denk ik wel begonnen van hoe je moet gaan spelen nu. Hè? Want volgende week de uitwedstrijd tegen Hollandia. De keuzes dan, ga je iets anders doen? Hè? Of zet je gewoon een jongen op de plek van Jel? Gewoon 11 tegen 11, Gerrit. Nee, dat is een grapje. Nee, ja, tuurlijk gaan we daarover nadenken. We hebben meerdere opties. Hè. We hebben Saben natuurlijk, we hebben Jort. We hebben Johnny. Gio. We hebben meerdere opties. Dus dat gaan we van de week eens rustig betrainen. En volgende week staat er een kraker op het programma. Ja, niet te kort dag? Het is nooit te kort dag om te voetballen, Gerrit. Ja, Gert, met beide jongens net even gesproken van jullie kunnen er nu over meepraten in Huize Heerkens over het winnen. Want ja, 95 geloof ik, stond ik hier zelfs met jou, met HZVV. Ja, ik heb een paar keer gewonnen, ook met CFCC. Ik deed er altijd een beetje stoer over tegen die jongens. Van, ja, jullie vinden dat een leuk toernooi, maar ik heb hem wel gewonnen. Maar ja, dat is nu afgelopen. Dat is echt afgelopen nu. Hoe heb je die middag vandaag beleefd? Want je hebt het Protos gekozen boven IJsselmeer volgens AFC. Ja, maar die had ik op de mobiel, dus die heb ik zeker ook gevolgd. Maar ik vond het een super, super leuke middag. Het was mooi dat ze tegen Gramsberg begonnen ook, hè? Mijn eigen club zeg maar, van oudsher. Ja, die verloren ze ook nog, dus toen was het een beetje down allemaal. Ja, en dan hebben ze helemaal omgedraaid na een geweldige middag. Ja, het spel werd beter en dan is het hartstikke leuk om te zien. Ja, het mooie in die wedstrijd tegen MSC was natuurlijk dat jouw jongens feest konden vieren met Gransberg, omdat ze daardoor door waren. Ja, die jongens waren ook hartstikke blij, die waren door en dat was afgelopen woensdag al leuk. Met die mannen van Bergendijm die allemaal met Tom begonnen te zingen en vandaag waren ze allebei blij vanuit Gransberg. Dus regionaal gezien was het een mooi toernooi voor ons. Als vader zijn, dan moet je ook trots zijn, neem ik aan. En niet alleen op deze prestatie, maar ook op hetgene wat ze op het veld laten zien. Ja, maar goed, elke vader is trots op de kinderen, dus daar ben ik ook. Hartstikke leuk dit. We komen uit het noorden. En we zijn de nummer 1. En we zijn de nummer 1.